En op de tweede plaats, dames en heren, in de categorie 12 tot met 15 jaar is geëindigd Olaf de Koning. Oh, dat is een lang, hè? Nou, hè? Dit wordt leuk. Ja. Ga je niet aanlopen? Blijf je zo staan? Ja, een beetje aanlopen. Kijk uit dat je niet over je jurk spuit, want dat zou wel heel zonde zijn. Het zijn van die prachtige jurk, daar komt ze. Ja, en scoren. Oh, echt een schot erbij. Ja, geweldig. Staat het op film? Bart, dat doen we nog een keer, hoor. Ja, oké, hartstikke mooi. Nou, dank jullie wel allemaal. Ik wil heel graag dat alle bekerwinnaars, jeugdkoninghofdames en Ronnie even naar de goal gaan voor de foto. Dat we, en de keepers uiteraard. En ik vergeet jullie helemaal te bedanken, jongens. Jongens, heel erg bedankt. Helemaal goed gedaan. Dankjewel. Even de winnaars, de keepers in de goal met de jeugdkoninghofdames erbij. Jeugdkoninghof. Even cheese. Niet zo narig kijken allemaal, zeg hij. Kom op. Yes.
Dit is echt ongelooflijk. We hadden een hoop verwacht, maar zoveel mensen echt niet. Kijk, hij, de trotse sponsorlid, sponsorcommissielid moet ik zeggen. En daar staat er nog eentje. Sean komt er ook even bij staan. Want je was eens. En volgend jaar weer. Nou, misschien, maar nee, dit denk ik nooit meer. Een ongelofelijke uitdaging. Maar ja, zonder heel veel mensen om ons heen, zonder heel veel hulp, hadden we dit nooit gered. Wij dachten, we hebben de kaas, dat gaat lukken. Nou ja, je gaat zo meteen een rondleiding doen van wat gebeurt er allemaal. Maar dit hadden wij niet van tevoren kunnen verzinnen. Nee, want dat, ja, het klinkt heel gek en misschien hebben we het op beeld. Kijk, ik sta nu op beeld. We zijn ook op Woerden.tv, Woerden.tv live overal aanzien moet. En we hebben Bart van de Marquise. Die staat hier al druk achter me, maar die is nog veel te druk met de wijn. En ze zijn constant de temperatuur in de gaten aan het houden, want alles is heel belangrijk hier. En daar hebben jullie wel wat van meegekregen of niks van meegekregen? Van de temperatuur? Ja? Ja, het wordt op 2 minuten, 3 minuten. Schiet hij al door naar 60, 70. Ik zie de eerste kaas er al in gaan. Dan moeten we even, dat is de eerste zak toch, of niet? Dat is de eerste zak, Bart. Daar gaat de tweede zak. Dus ze zijn begonnen, dames en heren. Jawel, jullie hebben nog niet lang te gaan en dan krijg je allemaal kaas. Jongens, we gaan een beetje ruimte maken. Zullen we dat doen? Dan ga ik daar staan waar jij staat, John. Dan ga ik een beetje uitleggen wat er allemaal gebeurt. Want ik heb het idee, en wat jullie niet weten allemaal, er staan hier mooie reclameborden, maar daarachter, daar staat nog een compleet vrachtwagen, hele grote trailer, met een onwijs grote stoomgenerator erin. En we hebben vanmorgen vroeg hebben ze staan lassen, hebben ze allemaal pijpen hierin gelast. Daar wordt stoom in deze grote pan gebracht. En nu gaat de eerste kaas erin. En we hebben daar met zo'n lullig petje op. Maar het is wel een heel belangrijke man, dat is de kaasmeester. En die staat hier. En wat bent u nu aan het doen? Maar deze meneer, die wil ik jullie ook even voorstellen. Wat jij bent? Ewald van Grozette. Ewald van Grozette, dit is jouw kaas. Onze kaas. Onze kaas, jij hebt het gesponsord? Grozette heeft gesponsord. Ja, hier. Grozette heeft het gesponsord, maar jij bent Grozette. Dus het is onwijs gaaf dat jullie dat doen. Het is nog veel gaver. Horen jullie die pan? Daar zit ook weer een systeem in. Die gaat ervoor zorgen dat die kaas weer in een trechter komt. In die trechter, daar zitten weer allemaal van die een soort sneltap onder. Dus er gaan 5, 6 bakjes tegelijk met kaas. Gaan er op een lopende band, is een lopende band neergezet. Die lopende band die zorgt er weer voor dat jullie een stukje brood erbij krijgen. Wat worteltjes, wat fruit, ik zie daar druiven. Ik zie daar nog andere lekkere dingen, dat wordt er allemaal bij gedaan. En dan vervolgens, dan gaat de kaas op vandaag. Dat moet lukken. Het is ongelooflijk wat er allemaal van mensen staan. Hartstikke gaaf. Dan kan ik ook gelijk even de theateravond uitleggen. Want de theateravond is ook erg gaaf. We hebben namelijk allerlei theaters gemaakt. We hebben een spandoek aan het ophangen is. Ook daar hebben we een theater. Daar is improvisatiejazz. We hebben daar een vliegtuig staan. Daarin zit de voorstelling Boot. En hier stond net zo'n stapel met dozen met kaas. Alle kaas is al weg. Het zijn nog maar een paar doosjes. Het gaat rap. Hoe gaat het met de kaas, jongens? Bart, hoe gaat het? Ja, maar dit is de andere weekend, dan moet je vandaan komen. Christian is er mee bezig, denk ik. Toch, jongens? Christian? 5 minuten? Oh, 5 minuten kunnen jullie meekijken wat er in de pan gebeurt. Is niet onbelangrijk, denk ik dan. Ik heb even kaas uit de zak gepakt. Hij werd van dun toen je weg was. Ja, maar dat hoort. En je ziet wel wat hier met nog een meisje. Heb ik het nou verpest? Ah, wat mooi! Het record kan niet meer doorgaan, want ik heb een hapje daar 20 minuten lachen. En elke keer is het weer andere. We hebben daar een silent disco hebben we daar staan. Dan ga je instaan, dan krijg je die gaan. En dan kun je de bakken, zijn brood snijden en gelijk in de bakjes leggen. En het eind, ik heb publiek, je kunt de bakjes pakken. Nou, ja, de rest heb ik al verteld. Maar ik maak me nog een beetje zorgen, die bakjes lijken groter. Het wordt aangedreven door deze pomp en die is al bijna helemaal weg. En het was zo'n ding. Heb ik toch zo'n beetje? Deze maat was nog een jaar. Dus dat betekent dat we al meer als dit. Ongelooflijk, moet je even kijken. Daar zie je Bart weer een beetje witte wijn erbij gooien. Want als het rood geweest was, dan hadden we een andere kleur gezien. En dat is hem nou. Die. Dat is onze kaasproever. Jawel, die zit af en toe met zijn vinger in de kaas. Ja. En kijk, er gaat weer een berg wijn bij. En ja, het is natuurlijk elke keer even afwachten. Is dat je laatste?
de allerlaatste of gewoon dat je zegt van voorlopig de laatste. En dan gaat, dit is echt, jongens, moet je eens kijken. Er komt een beetje, waar komt nou een beetje dat schuim vandaan? Wat is... Aan het randje, nog 20 centimeter. Dat is niet veel. Hoeveel kaas hebben we nog? Nog 3 dozen? Oh, daar zijn we er bijna. De werkers, kijk, daar staan ze. Ze gooien er allemaal wat in. En de ene doet er een druif in, de andere een groene druif. Die weer een gele druif, een prikkertje. Ja, kijk eens even. En hup, daar staat het bakje op de tafel. Zo gaat het zometeen. Terug in de pan. Je ziet dus hoe soepel dat gaat. En hoe makkelijk het gaat. Zometeen hangen we dus dat ding. Wat je nu ziet, waar de kaas uitkomt, hangen we in die trechter. Daarmee vullen we dus de trechters. En dan komt de kaas jullie kant op. Gaaf is het. 2500 liter, maar misschien zo'n 2600 liter. Maar dat weten we als we hem gaan wegen zometeen. Nee, zometeen gaat hij op de kraan. Zwaaitje boven. Dan gaan we heel zachtjes omhoog trekken. Er zit een weegsysteem in. Eik. Ja. Eik, en dan met een eikrapport erbij. Dan kun je zo zien op de camera hoe zwaar het weegt. Ja, dan halen we de pan eraf en dan weten we exact hoeveel kilo fondue kaas we hebben. Toch? Zegt dat goed? Precies exact. Nou, kijk eens dan. Sjoe. Ja, en Ewout is erbij natuurlijk. Samen eventjes. Kees ook nog. Kom, Kees. Ewout, ja? Nee, Bart er ook bij. Ook met Jan. Bart is ook hartstikke druk. Kijk erbij, Bart. Ja, nou hebben we een uitdaging. Ja, ik vind wel, de laatste zak gaat erin. Hoeveelste kilo is dit? Ik ben de tel even kwijt, maar... 200. Ik denk 17,5 zit erin. Dit is 1800 kilo. Nee. Nou, dat is mooi, hè? We hebben 3 verschillende getallen. Kan me niet schelen, gooi het er maar in, jongens. De laatste zak gaat er nu in. En dan zou het zo moeten zijn dat we het record hebben. Maar dat weten we pas echt. Dat weten we pas echt. Dat vond Kees wel leuk om te doen. De laatste zak, helemaal goed. Maar nu moeten we hem nog wegen. Met de grote kraan boven. En die belletjes van stoom komen nog steeds omhoog. Mag ik of is, doe ik het zeer, denk je? Kees, je bent goed bezig. Oh, iedereen toch wel? Oh, ik dacht even dat wij niet goed bezig waren, maar goed. Nee, hij moet eventjes een beetje opstollen nog. Hij moet iets dikker worden nog. Dat hij ook makkelijker serveerbaar is, zullen we zeggen. En we kijken even. Dat kan ik nu al zeggen. En die medewerkers hier, heb je die al een beetje gefilmd? Moet je kijken. Die staan met groot. Hoe spaat het hier? Aan de andere kant staat ook een prachtig mooi kassaatje van de WV-kleuren. Daar hebben we cabaret in zitten. Gewoon de stand-up comedians die normaal op het grote podium staan. Dan, nog veel leuker, is hier vooraan de supermarkt. Gaat er maar in. Laat je maar verrassen. Wees even een stukje kaas van u. Of misschien wel een doos. Hij komt eraan, zegt hij. Nou, volgens mij is hij er de hele tijd al. Hebben we meneer de burgemeester? Kijk eens aan, meneer de burgemeester. Van harte welkom hier. We zijn ontzettend trots dat je er bent. Ja, het ruikt dat lekker, zeg. Nou, hè? Zit er ook een beetje witte wijn in? Een beetje? Heel veel. Ik weet zelf al niet meer wat ik zeg, zoveel zit erin. Heerlijk, ziet er goed uit. Ja, je moet straks even je vinger erin stoppen. Ik heb het net al een paar keer gedaan. Maar u moet... Het wereldrecord gaan verbreken. En nou, daar hoop ik ook echt op. Ja, wij hopen dat ook ten zeerste, want het is een beetje spannend wel, want er zitten heel veel specifieke eisen aan om in Guinness Book of Records te komen. Dat weten de twee We hebben begonnen om alles te wegen. We hebben gewogen alle ingrediënten los. We hebben de pan losgewogen en nu gaan we zo meteen wegen als alles erin zit. En dan halen we de pannen vanaf en dan moeten we boven de 2000 kilo uitkomen. Ja, spannend. Ja, dat is 30 kilo. Want net toen ik vroeg hoe zwaar was die pan, toen zei John tegen mij, tegen Kees, dat die 900 kilo was. 49 zei hij. Ja, nee. Ja, en dan moeten we even wachten, want dit is allemaal bindmiddel. En dan zegt hij op een gegeven moment, die Kees, was hij er nog niet, denk ik. Hij zegt, ik moet er nog een klein beetje bindmiddel in. En dan komt hij met een emmer aan zitten. Nou, dat was zo'n emmer, dat was ongelooflijk. En Kees, hoe ver zijn we? Nou, nog even, ik hoop nog 10 minuten. Je hoopt nog 10 minuutjes. Oké, en dat is dus al die boeren en dan wordt het vanzelf gedaan. Maar we gaan nu op voor het gewicht, toch? Wij gaan voor het gewicht. Je moet even de dingen hebben natuurlijk. De stoom, dat kan je niet zien met de camera, maar hier denk ik. Staat hij aan? Kunnen we het zien? Ja, ik zie hem. Hij komt bewegingen. Hij is geëikt, dat moet ook. De notaris die staat vooraan. Ja, hij staat op 0. Klopt het, notaris?
Ja, ik steek al die camera's. Ik moet eigenlijk even daar naartoe gaan. Want ik wil van u natuurlijk het hoge woord horen zometeen. Ik wil van u zeker weten. En je ziet het ook, BNN staat hier. Tenminste, dat staat op zijn stofkap. Nee, ik heb geen stofkap. De kraan gaat omhoog. De kaaspan gaat de lucht in, dames en heren. Bijna is die al zover. Kees, kan die omhoog? Heel langzaam, zegt Kees. En dan gaat de beweging komen en hij zal er maar uitstuiteren, zeg. Waar gaan we heen dan? Zal er niet... Oh, wat gebeurt er? Nee, dat hoort. Dat gaat goed. Niet mee bemoeien, meiden. Stil. Nou, er komt wel heel veel kaas uit, jongens. Het gaat wel van onze kilo's af. Even zakken. Even zakken. Ja, even goed kijken. Staat hij 0? Ja, notaris, hij staat 0. Hij staat 0. Oké. Christian, kan je het ook even zien of niet? Redden we dat? Gaat zien. Koentje, schakel maar op. Ja, daar komt hij. Nee, dat kan je zien. Geen inzoomen nog of ben je ingezoomd? Nee, dat wordt hem niet. Nee, ga maar door. Oh, hij is al omhoog. Hij is los. Ik voel het. Hij is los. Is hij los? Is hij helemaal los? Ja, ik hoor dat hij helemaal los is. Het schommelt wel trouwens. Hij is helemaal los, notaris. Wat is het geworden? Het is 3415 kilo. 3415, ik wou gaan juichen, maar er gaat toch een pannetje af natuurlijk. Ja, het gaat vanaf 935. Wat is de schatting van het gewicht? 1000 kilo die eraf gaat, dan komen we totaal uit op 2415 kilo, wat het zeker het record heeft verbroken. Hey, ja, gewoon een applausje, dames en heren. We hebben het record en er staat er hier eentje een beetje moeilijk te kijken. Gaat goed. Hij mag weer zakken. Jawel, laat hem maar zakken. Laat hem maar zakken. Ja. Dankzij Groot Zetten. Dankzij Kees Lekkerkerken. Dankzij Bart van de Marquis. Dankzij de twee zonnen. John en John. De twee J's van de Moederse Vakantieweek. En de kaas draait weer. En ja, we gaan eens even een heerlijk hapje daarvan proeven. Denk hoe je pak. Nou, wat is heet, hè? En. Nou, hij smaakt heel goed. Hij is een tikkeltje aan de zoute kant. Dan zou het handig zijn om een tikkeltje zoeter nog te maken. Dan ben ik heel erg eerlijk. Echt waar? Dan moet je dat laatste gezicht er niet bij trekken. Dat is vast niet helemaal. Dat is geweest. En je pak even een als je nu door doet. Ja, dat was hem hoor. Het record, de recordstoeter. En ik ben blij dat hij het gedaan. Kijk eens, hij zegt. Het is ongelooflijk wat hier gebeurt. Ik denk aan die reclame van de grote pizza in Italië die gebakken wordt. Maar we hebben hier toch mooie woorden de grootste kaas van die. Dat bedoel ik. En ze hebben het in Alkmaar ook geprobeerd. Het is echt hete kaas. Het zijn alle VIP's die hier mogen lopen natuurlijk. Maar kleine kinderen, pas op, want het is echt heet. Het is nog steeds. En ook als je zo meteen de kaas krijgt, dames en heren. Kijk uit, hè. Kijk uit, want het is warm. Voorzichtig. Even laten afkoelen. Dan komen de draken vanzelf. Dan komen de... Sterker nog, de lopende band kan het niet eens aan. Het gezicht dit. Is toch geweldig? Kijk eens even, daar komen de prikketjes. En waar is nou het servetje van Jos? Het servetje van Jos. Oh, die deelt hij al uit voordat de mensen de zaal inlopen. Krijgen zo meteen van de eerste mensen aan tafel. Ja, en we hebben... Christian, kun je even hier naartoe komen? Want we hebben hier de stichter van... Hey,